ik merk bij heel veel volgers van deze club, heel veel supporters, dat ze het moeilijk vinden om de blik op ADO te richten. Want er is euforie na woensdagavond. Hoe is dat bij jou persoonlijk? Voor ons niet. Het is de realiteit. We moeten gewoon zondag, we moeten naar zondag toe werken en daar zijn we mee bezig nu. Maar wel een nagenoten van die bekerwedstrijd? Ja, één dag en dan nu gewoon weer focussen op ADO daarna. Ja, hoe heb jij die avond ervaren? Wat heeft het losgemaakt? Wat merk je om je heen? Ja, hoe deze club leeft, hoe iedereen in Rotterdam leeft om van Ajax te winnen. En dat ging ook in de groep spelen. Ja. En nog meer. En veel jongens hebben het al meegemaakt en voor mij was het de eerste keer dan. Maar het was het mooiste gevoel als voetballer van Feyenoord om voor Ajax te winnen, denk ik. Ja, want je hebt meer meegemaakt in je lange carrière, maar was dit wel weer bijzonder voor jou? Ja, zeker. WK-finale, derbies gespeeld, HSV. Bij Juventus, derby gespeeld. En dit is toch iets anders. Dit maak je echt met alles. Het gevoel. Je kan het bijna niet te beschrijven. Het is gewoon een hele andere gevoel. Ja, is het intenser misschien wel? Ook, ja. De spanning is zo groot. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar de haat. En van de supporters naar elkaar toe. Dat voel je bijna op het veld. Als je bijvoorbeeld als er een overtreding wordt gemaakt of iets. En hoe de supporters met je meeleven. Het is een hele ander gevoel. Ik heb dat nog nooit gevoeld op het voetbalveld. Echt niet? Nee. Ja, El Amadi zei ook van de week bij die vrije trap. Ik had zoiets, nu moet het ook maar afgelopen zijn. Dat gevoel had ik daar. Had jij dat ook misschien wel in die fase? Nee, ik zei het. Ik zei het tegen Karim en ik zei het tegen Dirk. Deze gaat erin en is klaar. En Gio zei, onze trainer, die zei het op de bank, na de wedstrijd dat ik het van die jongens hoorde, die zei dat die bal erin zou gaan. En die bal ging er ook nog in. Ja, bijzondere avond, hè. Hoe waren de persoonlijke duels met Tete? Want dat was een heel mooi duel binnen het duel, vond ik. Ja, tuurlijk. Ik weet dat Kenny is een goede verdediger. En ik moet gewoon proberen iets te forceren. En het is gewoon vechten, trekken. En proberen er langs te komen. En hij was taai. Ja. En ik heb zoiets van, oké, als ik er niet langs ga, ga je ook niet over mij heen. Dan blijft het gewoon 50-50. Ja. En hij ging ook niet over mij, dus ik vond het wel een leuke duels. Ja, het was heel mooi om te zien. Ja. Je beste tegenstand tot nu toe, denk ik, in de Nederlandse competitie, of niet? Ja, ik denk dat hij samen met Rick wel de beste verdedigers van Nederland zijn. Ja, je collega Karsdorp, hè? Dan is er gisteravond laat, vannacht bijna, een loting, Willem II. Is dat positief om die ploeg tegen je te hebben? Voor ons maakt het niet uit. We moeten voor elke tegenstander winnen. Als je van Ajax kan winnen, dan kan je van iedereen in de Eredivisie winnen. En dat is mogelijk en dat moeten we gewoon nu beseffen. En het maakt niet uit waar we spelen of hoe we spelen. We moeten gewoon de intentie hebben om de wedstrijden te winnen. Je speelt zondag in het Kyocera Stadion tegen ADO Den Haag, een club waar je 3 jaar onder contract hebt gestaan. Heb jij speciale herinneringen aan die club, aan die periode? Ik kom uit Den Haag, geboren en getogen. En ik ken veel mensen in Den Haag. Voor mij is het sowieso een speciale wedstrijd. Heel veel vrienden van mij zitten op de tribune. Mensen binnen de club die ik nog ken. Ik kom nog af en toe. Het is voor mij sowieso een speciale wedstrijd. Mijn oud-collega Bart Nolles maakt mij net op attent dat jij op je linkerkuit een afbeelding van Maradona hebt staan. Die is jarig vandaag, hè? Ja. Van harte. Jij is een grootste fan of niet? Ik hou wel van Maradona, van hoe hij was als speler en hoe hij is als mens. Dus. Ja, wat vind je dan bijzonder aan hem, naast het voetbal? Hij is gewoon een open mens. Mm-hmm. En zo ben ik ook. Gewoon eerlijk.